zijn hier vandaag bij KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Het is D-Day, want vandaag vindt namelijk de eerste oplevering plaats van de casus van de SAP Run Life Trip. De casus waar deze week aan gewerkt is, is erop gericht om kinderen, jongeren en ouderen bewust te maken van de gevaren van de zon en de UV-straling. En ondanks dat het vandaag niet echt prachtig weer is en bewolkt is, wil dat niet zeggen dat het niet gevaarlijk is en dat je je toch moet insmeren. Zullen we eens naar het eindresultaat gaan kijken? Hey, dag Guido. Hi. Nou, jullie hebben afgelopen week keihard gewerkt aan de oplevering van een prototype. Wat hebben jullie exact gerealiseerd? Wij hebben een werkende applicatie opgeleverd genaamd KWF UV Radar. Stel je zou volgende week op vakantie gaan naar Sydney. En dan kan je die locatie intoetsen en kijken wat de UV-index is op dat moment. Ja. Hier zien we dat het 21 graden is, maar het heeft een vrij hoge UV-index, 7,9. Op basis van mijn huidtype geeft hij dan een advies. En in dit geval zou ik iets moeten gaan doen om mezelf te beschermen tegen de zon. KWF heeft meegedaan aan het Run Life Truck initiatief omdat wij het een super gaaf idee vonden. Omdat we dan in een hele korte tijd een mooie applicatie konden ontwikkelen. Dan zie ik dat het scherm rood gekleurd is. Dat geeft aan dat er een groot risico is. Ja, stel je zou een andere locatie pakken, bijvoorbeeld Oslo. Die heeft een lagere UV-index en dan kleurt het scherm groen. En dan zie je eigenlijk meteen, ik hoef niets te doen. Innovatie is heel erg belangrijk voor KWF. Wij doen alles op basis van wetenschappelijke inzichten. Maar daarnaast kijken we hoe wij onze missiedoelen zo snel mogelijk kunnen bereiken door de inzet van innovatie. Wat was de grootste uitdaging? Nou, de grootste uitdaging was het collecteren van de data en het op een manier weergeven waardoor het heel duidelijk is voor iedereen. Want de applicatie is niet alleen voor ouders, het is ook voor kinderen bedoeld. Wat was het grootste succes deze week? Het grootste succes is een tevreden opdrachtgever. Ja, ik vind het super. Het is echt heel erg knap wat ze in 3 dagen tijd hebben weten te bereiken. Hier zie je wat er nog meer mogelijk is in de toekomst. Wat vind je hiervan? Ja, dit vind ik heel mooi. Dit is helemaal in lijn met onze eigen campagne. Dus als we dit verder zo kunnen ontwikkelen, dan word ik heel blij.